kan niet klagen. Ik woon mooi, ik ben niet alleen. We wonen hier zelfs niet alleen, er is altijd beweging. Er wonen hier wat jonge mensen ook. En er zit altijd in de zomer een vriendin die voor haar gezondheid in de winter in Portugal zit. En in de zomer hier achter ons gebouw een beetje logeert. Ja, voor de rest zijn we heel veilig, maar geen optredens. Dat is allemaal weggevallen. Mon Rosseel, de paterfamilias van de kleinkunst- en theatergroep Vuile Mon en de Vieze Gasten, verschuilt zich deze dagen achter zijn boomgaard en zijn ondeugende kabouterfiguren in het landelijke Lievegem. Zijn moestuin kreeg het voorbije anderhalf jaar veel aandacht. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Mon Rosseel bracht recent nog een eigen boekje uit. Opa en oma dansen de corona. De ideale bezigheidstherapie voor een werkloze artiest. Ik had gewoon een leuk tekstje gemaakt. En ik stuurde dan naar de kinderen, de kleinkinderen en hun hoop vrienden. En ik kreeg daar zoveel reactie op, dat ik dan ben daarmee doorgegaan. En altijd maar meer en meer mensen, ja maar wij sturen dat door, wilt gerechtstreeks enzovoort. Op een gegeven moment was er een vriend die wilde dat per se uitgeven. Ik heb in het begin dacht, kom aan, zee, dit zijn flauwe, dit zijn grapjes, dit zijn, dan gaan we toch, ja, zagen. En meer mensen wilden dat. En dan is er een klein boekje, hè. Kijk, de eerste 24 zijn verschenen, net voor Kerstmis, de ideale periode. We zijn bezig. Kijk, je ziet mij hier zitten, hè, aan deze tafel. In de winter heb ik hem nog zo'n beetje toegemaakt. Zodanig dat we hier zelfs in de kou hebben we hier met vrienden zo ver van elkaar gezeten. Met jassen aan, met de isomo onder onze voeten. Mon Rosseel wordt eind dit jaar 75, maar exact een halve eeuw geleden stond hij aan de wieg van een rebelse circusbende, de Vieze Gasten. Ze brachten strijdtheater vanaf 1971 in de nastroom van de anarchistische studentenopstanden van mei 68. De eerste 10 jaar, wij noemen dat soms onze wilde jaren, maar wij waren niet zo wild. Het waren de omstandigheden die het wild maakten. Elke voorstelling stond daar of politie en burger, of stond daar politie Rijkswacht in uniform. Die stonden daar woord voor woord te controleren wat wij zegden. En als je dat achteraf vergelijkt, Kamba Hurka, die vooral in de jaren 80, 90 dan optrad, die ging ontzettend veel verder dan dat wij ooit geweest gaan zijn. En dan denk je van, dat, ja, ineens was het gedaan, hè. Waanzinnige tijd. Je wordt automatisch milder, dat is ook zo. Je wordt ook sentimenteler, maar allee, toch ook weer niet. Ik kan me nog erg kwaad maken. Hoor. Sinds mijn pensioen heb ik alleen maar voorstellingen gemaakt. Eenvoudige vertelvoorstellingen, samen met mijn dochter doe ik dat nu, hè, met 4 muzikanten. En die gaan allemaal over armoede. En daar kan ik me echt wel kwaad in maken, want ik vind dat een onwaarschijnlijke schande. We zijn bij de 12 rijkste landen van de wereld. Het is onaanvaardbaar dat er in ons land armoede bestaat en dat we ook zo weinig doen voor de armoede in de rest van de wereld. Dus ik blijf op de barricade staan, dat moet ook. Moet. Dit is onze wereld en we worden hier een tijd op gedropt en we moeten er het beste van maken. We plooien niet hoor.